Hallo en welkom in een nieuwe video waarin dat ik eigenlijk nog wat extra informatie wil geven, maar vooral met afbeeldingen, omdat ik het gevoel heb dat woorden zijn altijd sowieso een stuk beperkt. En ik ging vandaag doorheen deze kaarten en toen zag ik een aantal afbeeldingen waarvan ik dacht van oké, dit kan helpen om het voor de mensen die bezig zijn en die informatie misschien mentaal begrepen hebben, om het een stuk ook visueler te maken. Nu, om te beginnen is het eigenlijk belangrijk dat je begrijpt dat de Flower of Life eigenlijk het zaad is van het universum. Daar start en begint eigenlijk alles mee. En wanneer je dat begrijpt, ga je ook zien dat die eenheid daarin ook verbonden zit. Nu, wanneer ik zei van tweelingvlammen zijn een veruiterlijking of een soort fysiek bewijs van wat datgene is dat we hier als universum te doen, als zielen hier te doen hebben, dus in deze incarnatie, terwijl we hier in het systeem zitten, zijn eigenlijk al die verschillende verbindingen weer gaan brengen. Vandaar dat wanneer je dit teken eigenlijk ook ziet, dat dit ook weer een verwijzing is naar de wijsheid en de kennis die er is. En dus de eenheid die mag en moet komen bij, bij iedereen eigenlijk die hier nu is en die ingetekend heeft op het programma om verder te groeien naar de eenheid. Dus onthoud dit. The Flower of Life is de kern, het begin van alles. Dit en nog ook het andere ankteken is de verwijzing naar die eenheid van positieve en negatieve energie. Het cirkel, het geen begin, geen einde, het medicijnwiel, maar ook het kruis. En dan als je hier kijkt, wanneer dan we spreken over de Holy Grail, dus dat is eigenlijk die ene beker dat we moeten gaan vullen voor onszelf, ook daar zie je eigenlijk weer hetzelfde. De voet van de beker en de beker waarin dat het water stroomt, waarin dat liefde stroomt, waarin dat alle energie stroomt. Ja? Nu, wanneer dat tweelingvlammen samenkomen, nee, ik had het anders zeggen. Wanneer dat je de driehoeken, de drie eenheid in jezelf geactiveerd hebt, dan heb je eigenlijk je Amerkaba geactiveerd. En het is heel mooi in de deck, omdat het ook op die manier afgebeeld wordt. Het is iets mooi, het hier ook nog een andere manier. Kijk, zie, het is iets duidelijker. Hierin zie je duidelijker de driehoek, de drie eenheid. En je ziet het ook op twee manieren gespiegeld. Maar je hebt ook de dimensie erin. Dus ook het hogere en het beneden. Dus de verbinding met het hogere en het lagere. Dus wanneer je die drie eenheid hebt in jezelf, in de mannelijke en in de vrouwelijke energie, wat gebeurt er dan eigenlijk? Dan gebeurt het dat die twee tekens eigenlijk boven elkaar komen. Dus krijg je eigenlijk nog een groter dimensionaal teken, waardoor dat je eigenlijk een samenkomst hebt van twee ik bent. Dit, één Merkaba of één volledig Merkaba, maar ik ben benieuwd welke dat ik toon, is de vervollediging van uw verschillende elementen. Dus de mannelijke energie, dus de plus, de vrouwelijke energie, de min. En dan in het punt de neutrale energie. Het punt die dan de verbinding maakt van boven en beneden. Dus zowel van binnen naar buiten, van jezelf naar anderen, naar de andere punten. Soms zie je ook op video YouTubes die werken met energieën. En dan daar ook ga je zien dat ze ook met dergelijke punten werken. Elk punt hier, dat we zijn nu in de Markenbaaier, heeft een andere frequentie. Maar alles samen vormen ze de kern en vormen ze eigenlijk het universum. En samen vormen ze dan ook de Tree of Life. Want hier kun je me dat goed kan zien op camera. Maar hier ook zie je op de achtergrond ook weer hoe dat de verbinding is met de Tree of Life. Zie? Zie hoe dat deze hier ook weer in weerspiegeld wordt? Nu, ik ga deze zo leggen. Dus wat gebeurt er dan?
Als je dan twee van dergelijke stukken samenbrengt, twee keer, die volledig in eenheid zijn, maar tegelijkertijd hun eigen frequentie hebben, hun eigen individualiteit hebben door de ervaringen in dit leven, dan zie je ook weer de weerspiegeling. Want wat zien we hier? We hebben hier Soul Star Activation en we hebben Earth Star Activation. Dus een verbinding naar de aarde en een verbinding naar de zielenster, naar het hogere zelf, naar het universum. Het maakt niet uit hoe je het noemt. Tegelijkertijd ook de verbinding naar alle tijd en alle ruimte. De verbinding naar vorige levens. Dus vorige levens zijn de wijsheid in jouw rugzak. Ze zijn geen voorspelling van wat dat zou komen. Of wat dat bedoel is dat we hier creëren op aarde. Dus uiteindelijk, wanneer je kijkt naar jezelf. En wanneer je die eenheid gecreëerd hebt in jezelf. En begint te snappen dat eigenlijk dit is wat je moet doen. Dus eigenlijk je eigen merkaba activeren. Die eigen ster in jezelf activeren. Door de Holy Grail in jezelf te gaan ontmoeten. Dan ga je ook die eenheid creëren met... Als je een tweelingvlam bent, ben je met een tweelingvlam. Ben je geen tweelingvlam, dan gaat dat uiteindelijk niet ook weerspiegeld worden in het fysieke. Want dat is er niet. En dat hoeft ook niet om uiteindelijk tot die eenheid te komen. Want uiteindelijk zijn we allemaal een onderdeel en zijn tweelingvlammen maar één manier om hier te tonen aan de anderen, aan de mensheid, van kijk, dit is wat we te doen hebben. Dit is hoe dat het eruit ziet. En dan mag je eigenlijk jezelf gaan zien als, zoals dat hier op deze afbeelding afgebeeld staat. Jij bent niet van de aarde. Je bent nu op de aarde weerspiegeld, maar dit eigenlijk, als je dan qua verhoudingen zou kijken, dit is wie dat je bent. Jij bent zoveel groter. Vandaar wanneer dat ik het manifesteer, dat ik altijd ga visualiseren dat de aarde tussen mijn handen past. Dat ik de aarde tussen mijn handen kan dragen. En dat ik zo op die manier energie stuur of transformatie doorvoer of wat dan ook. En hoe meer dat je op die manier gaat gaan werken, dus vanuit de divine matrix en dus niet vanuit het ego gemaakte matrix systeem, hoe meer dat je gaat gaan zien van hoe dat al de systemen dat ik probeer uit te leggen, de ideeën dat ik jou via inzichten wil toekomen, zodanig dat eigenlijk jouw eigen gevangenis die gecreëerd is aan de hand van je overtuigingen en ideeën hoe dat zou moeten gaan. Hè? Zoals ik in de post van vandaag ook gezet heb. 70% van de bevolking is zodanig geconditioneerd en gefocust op angst. En dat zit gewoon ook in een DNA, in een systeem, in de cellen. Dat het enige waar ze elke dag mee bezig zijn, is van hoe kan ik hier overleven en hoe kan ik ervoor zorgen dat ik niet doodga. Terwijl dat er eigenlijk fysiek gezien geen enkele reden is, toch niet voor de mensen die hier in het Westen wonen, om bang te zijn dat ze het einde van de dag fysiek gezien niet gaan halen. Een ander percentage, die is misschien wel bezig met de dingen wat ik je vertel, maar die zijn constant bezig met van, ik moet nog die cursus volgen. Ah ja, ik moet eerst nog dit gaan doen. Ah ja, ik moet nog eerst dat en dat gaan doen. Ik moet nog eerst dat en dat doen, vooraleer dat en dat is. En dan ga ik dat stuk kunnen loslaten en healen. Als ik dat en dat gedaan heb, want ja, dat is een proces en dat vraagt tijd en dat vraagt werk. Nee, wrong. Jij bent dit wezen, jij bent geheeld. Maar je bent gekomen hier in het vaste, stugge structuur van de aarde, waarin dat dualiteit de regel is, waarin dat de dualiteit hier de wet van eenheid verder uitdraagt. De wet van eenheid is hier ook. Dat is de enige wat hier van toepassing is. Maar we ervaren het via de dualiteit. Waarom? Denk maar gewoon aan de Noord- en de Zuidpool van de aarde. Dat alleen al zijn twee magneten die ons constant vasthouden, zodanig dat we niet zouden gaan vliegen. Het universum of het heelal. Dat zijn wetenschappelijke dingen. Wetenschap, net hetzelfde. Wetenschap, ja, is maar één stuk van het grotere geheel. Alchemie brengt alle elementen samen. Daarom is werken met energie zo superbelangrijk. Daarom is leren de verbinding te zien met alles om jou heen superbelangrijk. Zodanig dat je kan komen tot die verbinding van je zielster en je aardester. Zodanig dat je heden, verleden en toekomst kan terugbrengen in het nu. Zodanig dat je al de activaties die je ooit gehad hebt, dat je die terug kan brengen in jezelf. En kan gaan ascenderen. Ascenderen wil niet zeggen dat je zodanig in energie gaat dat je het niet meer bent. Nee, ascenderen is dat je eigenlijk vanuit
deze versie van jezelf gewoon een aards leven hier kan leiden. Zonder dat je constant heen en weer gesleurd wordt tussen alle realiteiten en ideeën en obstakels die voor je voeten gegooid worden, maar die eigenlijk gewoon een illusie zijn. Want dit is de enige waarheid. Dit is de enige identiteit wie jij bent. En dit is het zaad van alles dat zich afspeelt op de aarde, in het universum, waar dan ook. In alle tijd en alle ruimte. Dus, iedere keer wanneer je dit ziet, denk eraan. Het gaat over die eenheid in jezelf. Over alle elementen, zo boven zo beneden te gaan gronden. Om je eigen kruis, je eigen Merkaba, je eigen ster te gaan activeren. Je hart te gaan openen. En dat vanuit je hart, zoals ik ook in de vorige video gezegd had, links en rechts, boven beneden, overal je volledige balans, afstemming met alles, in alle richtingen. En dan ga je zien hoe dat, wat is hier, hoe dat deze energie kan doorstralen in je huidige leven. Voilà, ik hoop dat de visuele kaarten jullie wat bijgebracht hebben. Maar dat is eigenlijk de twee belangrijkste zijn, of drie belangrijkste, ik ga het zo zeggen, zijn eigenlijk deze drie. Onthoud deze drie. Begin van alles, dat ben jij, een klein stukje hiervan. En zie jezelf meer en meer op deze manier. Vanuit het hogere, kijk je naar de aarde, zie je de verschillende mogelijkheden, de verschillende tijdslijnen, de verschillende dualiteiten, kanten van een situatie, van een gevoel, van wat dan ook. Maar je beslist om niet op die manier, dus vanuit de dualiteit en dus vanuit je menselijke aard te gaan, keuzes maken, niet vanuit je wonden, maar vanuit je hogere zelf. Vanuit je ik ben eenheid. Voilà, ik ga deze video opladen en tot in de volgende. Doei!